vandaag uw journalist. En we zijn nu bij de Tweede Kamer. Ik ga een kijkje nemen in de Tweede de Kamer. Hallo. We zijn hier in... Hier beslist de regering wat voor plannen er zijn voor Nederland. Het is hier groot. Nou, er zitten allemaal zetels in de Tweede Kamer en er zijn allemaal politieke partijen. Rutte, Geert Wilders, Alexander Pechtold, Jesse Klaver, de VVD. En hij had 33 punten soort van. En we zijn in de Kamer geweest waar ze altijd met elkaar gaan praten over de nieuwe wetten. Dat er 150 Tweede Kamerleden zijn. Daar zitten heel veel belangrijke mensen en die gaan vergaderen over dingen die ze in Nederland kunnen doen en ja, dat soort dingen. En dan in de Eerste Kamer dan gaan ze dat vertellen en dan gaat de Eerste Kamer het goedkeuren. Hier een hele grote speeltuin van maken. Ik zou overal glijbanen maken. Ik zou een groot zwembad maken en dan een dijkplank daar helemaal boven. Als jij de baas was van het land, hè, wat zou je dan doen? Veel. Ik zou ervoor zorgen dat ieder kind, ook als hij in armoede leeft, altijd eten kan kopen. Ik graag willen dat er gezondere snoepjes kwamen. Als ik de baas zou zijn van de krant, zou ik een snoepmachine in de tuin willen. Dat alle gehandicapte kindjes, dat die beter kunnen worden. Maar mijn broertje is zelf gehandicapt. Dan zou ik willen dat mensen liever tegen elkaar zou zijn. Als ik de baas was van Nederland, zou ik zeggen dat op de natuur geen blikjes meer mogen gezet worden. Alle musea's gratis naar binnen mogen. Ik zou de regels voor het milieu strenger aanpakken. En ik zou meer geld geven aan de arme landen. Geen strenge regels meer. Lekker op mijn gat zitten en het geld tellen wat ik heb. Dit was de interview. Dit was het einde van de video. Ik ga nu weg. Doei. Bedankt voor het kijken. Ik ben dit zat.